Het Infoversum gaat de stad geld kosten. Het bezoekersaantal in het eerste jaar valt flink tegen. Slechts 40.000 mensen bezochten het futuristisch theater, terwijl was gerekend op minstens 6 keer zoveel bezoekers. De gemeente heeft bij de start een bedrag van 2,5 miljoen euro aan het Infoversum geleend. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf is het maar de vraag of dit terugbetaald kan worden. Voor de stad gaat het, voor de gemeente Groningen gaat het om 2,5 miljoen wat we aan het Infoversum geleend hebben. Nou, dat moeten ze dus in het loop van de exploitatie terugbetalen. Maar ja, als er niet meer bezoekers komen, ja, dan loopt die terugbetaling wel gevaar en lopen we dus risico. Van der Schaaf heeft er vertrouwen in dat een goed plan het Infoversum kan helpen. Maar hij blijft ook realistisch. Ik denk dat het met het aantal bezoekers het Infoversum inderdaad veel beter kan. Het gebruik van het Infoversum veel beter kan. Maar de financiële risico's voor de gemeente zijn groot. En we hebben de raad ook geïnformeerd dat de kans groot is dat we hier een financieel nadeel van zullen moeten ondervinden. Zullen moeten ondergaan. Hoe groot weten we niet. Proberen natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Maar daar moeten we wel realistisch over zijn. Volgens de wethouder is het belangrijk kritisch te blijven. In mijn optiek gaat het toch een kwestie van marketing en iets andere programmering. Maar ja, dat is ook niet aan mij om dat te bedenken. Ik heb er vertrouwen in dat Infoversum daar zelf met een goed plan komt. Maar de realiteit is wel dat de financiële last die op het gebouw zit wel zo hoog is. Dat we heel kritisch moeten kijken of het wel op deze wijze door kan gaan. Dus er zal een goed plan moeten komen. Het Infoversum wil pas reageren als een intern onderzoek naar de gang van zaken is afgerond.